Een persconferentie en interviews op het dak van het Antwerpse Sportpaleis is geen alledaagse locatie om een nieuwe show voor te stellen. Wie het Sportpaleis voorbij reed via de Ring van Antwerpen, kon dit ongewone tafereel aanschouwen. Ja, geweldig hè. We beginnen eigenlijk verkeerd hè, want we beginnen op het dak en dan gaan we daarna naar beneden. Het is fantastisch, geweldig. Eng, maar ik sta hier nu al eventjes en het begint te wennen. Ja, je hoort de doedelzakspelers. Ik ga samen met Music Show Scotland op 17 november in het Sportpaleis optreden. Uiteraard ben ik maar een heel klein onderdeel in het programma. Het is een totaalspektakel. Er staat een heel groot kasteel op de bühne. Er zijn meer dan 150 deelnemers, pipers, een rockband, zangers, muzikanten, andere, dus blaasinstrumenten en zo. Het is echt een gigantisch spektakel. Heel erg mooi. Straks in november, we gaan een hele mooie Schotse show neerzetten. Dat hebben we al vaker gedaan hier, maar we hebben nu wat nieuws. En een hele bijzondere gast, en daar zijn we zeer vereerd mee. Dus ik denk dat het heel bijzonder wordt. Misha, jij hebt al heel veel gedaan, maar zingen met doedelzak. Wel, ik moet zeggen, natuurlijk de productie Music Show Scotland. De Music Show Scotland is natuurlijk een show die opgebouwd is met Schotse traditionals, maar Ierse traditionals zitten daar ook in. En ja, ik heb 15 jaar niet anders gedaan dan Ierse muziek gemaakt, 4 albums gemaakt. Dus dat ligt wel heel dicht bij mijn interesse. Misha en de Pieband zullen een bekend en een herkenbaar nummer brengen. Hans Beerten wil er voorlopig niet meer over kwijt. Een bekend deuntje. We gaan nog niet zeggen wat het is. We gaan het niet zeggen, nee. Nee, het is een leuke verrassing, maar ik denk echt dat het echt dak eraf gaat. Oké. Ja, jullie hebben er al opgestaan, nu gaat het nog eens af ook. Ja. Met de voetjes op de grond. Ja. Zeg maar, is het eigenlijk moeilijk om met doedelzakblazers te zingen? Nee, een doedelzak is een gewoon normaal instrument, net als alle andere instrumenten. Het is alleen, in onze show hebben we natuurlijk heel veel pipers en wij moeten maken een arrangement en we moeten zorgen dat iedereen dus de stukken kent. En dan valt het compleet, zeg maar de pipes en drums, die valt samen met ons orkest. Ja, echt iets om naar uit te kijken. En voor alle mensen die een beetje houden van Ierse, Schotse, Keltische muziek, moeten daar naartoe.